Nederland heeft altijd met water te maken gehad. Water om op te varen. Water om het land te bevloeien. Water voor de industrie. Water om te drinken. Zoet water. En daarom zijn we altijd op zoek naar spaarbekkens om zoet water op te slaan. Sinds de afsluiting van de Zuiderzee sparen we een deel van het Rijnwater op in het IJsselmeer. Maar de IJssel leverde maar 11% van dat Rijnwater. De rest van dit kostbare rivierwater verdween door de zeegaten in het zuidwesten. Twee keer per etmaal bij elke vloed drong de zee hier binnen. Hij omsingelde de Zeeuwse eilanden en bedreigde geruisloos de bodem met verzilting. Na de stormramp van 1953 besloot men het Deltaplan uit te voeren. Met uitzondering van de waterwegen naar Antwerpen en Rotterdam wilde men alle zeegaten afsluiten. Op die manier verkorten we de kustlijn en is die beter tegen de zee te verdedigen. Achter die dammen krijgen we dan weer een zoetwaterbekken dat de verzilting tegengaat. Maar ergens moesten we een dam onderbreken met een spuisluis om in tijden van grote waterafvoer de waterstand in de delta te kunnen beheersen. De beste plaats daarvoor was het Haringvliet. De lengte moest een kilometer zijn, een verkeersweg eroverheen, op- en afritten, een schutsluis voor de scheepvaart, enzovoort, enzovoort. Maar hoe bouw je nou zo'n sluis? We maken twee bouwputten, een grote voor de spuisluis en een kleine voor de schutsluis. Zo blijft er ruimte voor de getijstromen. In de putten bouwen we sluizen. Zijn de sluizen klaar, dan zetten we ze open en ruimen de ringdijken op. Nu gaan we de dammen aanleggen, terwijl de stroom een uitweg vindt door de geopende sluizen. De dam is gereed. De sluizen gaan dicht. Het Haringvliet is afgesloten. Het werk hoeft alleen nog maar te worden uitgevoerd. De aanleg van 4 kilometer ringdijk voor de grote bouwput duurde een jaar. In december 1957 werd de dijk gesloten. Men begon met het leegpompen van de bouwput en nadat het waterpeil voldoende gedaald was, kon met het heien van meer dan 22.000 palen worden begonnen. Een industriegebied op een eiland onder de zeespiegel. De werkhaven. Aan die werkhaven een betonfabriek, een elektrische centrale die stroom levert voor de betonfabriek, voor de pompen die de bouwput droog moeten houden en voor de verlichting van het nachtwerk. Want grote stortwerken moeten in één ruk worden afgemaakt. Over de sluisvloer ligt een verrolbare Baileybrug en door gaten in het brugdek wordt het beton in de bekistingen gestort. Voorjaar 1961, 4 jaar na het sluiten van de dijk. De eerste pijlers staan op de sluisvloer. Voor de volgende fase is een kraan gebouwd, 40 meter hoog. Hij tilt 250 ton. In de kraan hangt de Nabla-moot, genoemd naar de driehoekige harp uit het oude Egypte. Uit deze Nabla-moten wordt een brugligger samengesteld die 60 meter van pijler tot pijler overspant. Op de pijlers worden eindschotten geplaatst. Daartussen komen op een hulpconstructie 22 Nabla-moten. Door de gaten in de moten rijgt men staalkabels. De ruimte tussen de moten wordt met betonspecie opgevuld.
Dan spant men de kabels en drukt eindschotten en moten samen tot één betonnen ligger. De gaten die in de moten zijn uitgespaard worden met buizen verbonden om de 193 voorspankabels er doorheen te voeren. Daarna worden de voegen tussen de nabla-moten opgevuld en de kabels met hydraulische vijzels gespannen. De nabla-ligger draagt nu zelf zijn 9000 ton. 1963. We zijn 7 jaar aan de gang. De eerste stalen schuiven worden aangevoerd. Er moeten 34 van deze kolossen worden gemonteerd. 17 aan de zeezijde, 17 aan de landzijde. Stalen armen aan de schuiven zorgen ervoor dat de druk van de golven wordt overgebracht naar de nabla-ligger. Het is noodzakelijk de zandbodem aan weerszijden van de sluizen tegen uitschuren te beschermen. Daarom zijn er beddingen van beton en stortsteen tegen de sluisvloer gelegd. En dan is het na precies 10 jaar bouwen zover dat de bouwput kan worden opgeruimd. We houden de schuiven nog even open, want de getijstroom moet ongehinderd door kunnen gaan zolang we bezig zijn met de aansluitende dijken. En dat wordt een natte operatie. Tussen het vasteland en de sluis is een kabelbaan van meer dan 1 kilometer gebouwd. Daarmee moeten 100.000 betonblokken naar hun bestemming worden gebracht. Ze zijn de kern van het dijklichaam. De schuiven gaan dicht. De spuisluis in het Haringvliet is zijn taak begonnen in de Nederlandse waterhuishouding. Op dat moment waren de baby's die bij het begin van het werk geboren werden, 14 jaar oud.